Hey YouTube! Vandaag ga ik samen met jullie iets maken dat ik nog nooit eerder heb gemaakt. Mijn standaard opening, maar het is ook weer echt zo. Ik ga namelijk samen met jullie een puzzel maken van 1000 stukjes. Ik vind puzzelen heel erg leuk. Puzzelen. Ik heb een heleboel van die puzzels gemaakt. Wel altijd van die getekende, van die comic cartoon-achtige puzzels. En ik denk dat ik echt al een jaar of 10 roep van... Dat wil ik heel graag een keertje zelf maken. Lijkt me ook heel moeilijk, overigens. Maar het lijkt me ook echt heel erg leuk. Nou was ik 2 jaar geleden aan het puzzelen samen met Rick. Waren we weer zo'n hele comic puzzel aan het maken. En toen had ik zoiets van... Oké, ik heb nu wel echt heel erg veel zin om dit te gaan maken. Dus toen heb ik besloten om gewoon mijn eigen puzzel te gaan maken. Ik ga het gewoon doen. Dus dat gaan we in deze video doen. Ik ga samen met jullie een puzzel ontwerpen van 1000 stukjes. En we gaan hem natuurlijk ook echt laten maken, zodat we aan het einde gewoon een puzzel hebben die gewoon te puzzelen valt. Want dat is natuurlijk waar je het voor doet. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik heb eigenlijk nog geen idee echt hoe of waar of hoe we dit gaan doen. Maar we gaan gewoon beginnen met schetsen. Ik denk dat dit het een beetje moet gaan worden. Een winkelcentrum met allemaal kraampjes erin en winkeltjes, pashokjes, de kledingrekken. Nou, en eigenlijk gaat hier dan zometeen van alles gebeuren. De karakters en alles wat erin moet gebeuren, dat doe ik later pas. Ik ga eerst even bedenken in wat voor setting het is. Ik denk dus een winkelcentrum, een beetje zoals dit. Oké, ik heb nu een heel klein stukje uitgewerkt van de hele puzzel. Echt maar een heel klein stukje nog. Maar kijk hoe leuk het al wordt. Oh, volgens mij wordt dit echt heel schattig. Mijn idee was om een hele grote getekende plaat te gaan maken waarop echt heel erg veel gebeurt. En als ik denk aan een locatie waar heel erg veel gebeurt, dan denk ik eigenlijk automatisch aan een winkelcentrum. Kan ook zijn omdat we op dat moment in lockdown zaten en ik heel erg veel zin had om te winkelen. Maar ik wilde in ieder geval heel graag een winkelcentrum gaan maken. Ik ben op internet een heleboel soorten winkelcentra gaan zoeken eigenlijk. En toen kwam ik uiteindelijk echt zo'n jaren 80 vibe winkelcentrum tegen met heel veel neonverlichting. Dus ik wilde in eerste instantie zoiets gaan maken, maar het is uiteindelijk toch wel meer een gewoon winkelcentrum geworden. Maar ik heb in ieder geval gewoon in het begin een hele basis van een winkelcentrum neergezet in een schetsvorm. Om dat later hier en daar een beetje op te gaan vullen. Want ik wil natuurlijk wel dat er echt superveel gebeurt in het winkelcentrum. Zoveel dat je zelfs uiteindelijk hebt dat je tijdens het puzzelen gewoon nog heel veel dingetjes tegenkomt die je in het begin nog helemaal niet had gezien. Beetje zoals wat ik had toen ik die Pokémon kaart ging naschilderen. Dat je er gewoon na een hele lange tijd naturen pas achterkomt dat er een ballonnenkar staat. Dat moest de vibe worden van de puzzel. Nou, een heel groot gedeelte van de achtergrond heb ik nu gemaakt. En dat zijn dus nog niet heel veel gedetailleerde dingen. Maar dan weet ik in ieder geval een beetje wat de setting is. En ik ben nu dus begonnen met een beetje schetsen wat er allemaal in moet komen. En dan wil ik eigenlijk overal allemaal leuke verhaaltjes verzinnen. Van wat er gebeurt. Misschien dat hier iemand in zit en dat dit opengerukt wordt door een kat of zo. Die in het winkelcentrum rond aan het rollen is of rolschaatsen, I don't know. En dat hier net een vrouw staat te passen in haar ondergoed. Zoiets, maar hij moet in ieder geval helemaal volkomen. Ik vind dit er al wel heel gezellig uitzien zo. Dus ik zet weer mijn serie aan en dan gaan we keihard doortekenen. Het is al laat op de avond. Ik heb nog 3 dagen om hem af te krijgen. Dus wens me succes, want ik heb nog wel een tijdje te gaan. We zijn nu op vakantie. De kinderen die zitten hier nog thuis onderwijs te doen, want hier mochten ze nog niet naar school. Ik weet niet hoe dat in de toekomst is, maar hier in ieder geval nog niet. En we dachten, dan kunnen we net zo goed in een vakantiehuisje zitten. En ik zit hier dus ook te werken aan de puzzel. Ik heb alle details inmiddels getekend en ik ben nu aangekomen op het punt waar ik ga kleuren. Een beetje aan het nadenken over welke kleuren ik voor wat wil gaan gebruiken. Ik hoop dat dit leuk wordt. Hey Emily. Ja. En welke kleur moeten die bolletjes? Deze roze, ja. Die mintgroen en deze die kleur. Ja, dus gewoon deze kleurtjes. Die moet ook hier. Alleen die moet mintgroen. Deze kleur? Mm-hmm.
Nou, ik heb het hele weekend echt keihard door zitten kleuren de afgelopen dagen. Dus ik heb eigenlijk niet eens zo heel veel meer gefilmd. Want ik heb alleen maar aan één stuk door zitten kleuren. Maar kijk hoe ver ik ben. Ik heb trouwens nog wel een paar kleine dingetjes toegevoegd. Zoals dit meisje. Dat is een dochtertje dan van haar. Die niet zo heel goed is in rolschaats, zoals je kan zien. En nog een bak met ijs. En nog wat kleine dingetjes die hier zo staan. Zoals een mop, zo'n vogeltje die hier zo zit te kijken bij zo'n gesmolten ijsje. Nou, toen ging het even wat minder goed met me. Zoals jullie weten. En toen heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel meer gedaan. Misschien had ik iets meer tijd moeten nemen om deze puzzel te ontwerpen. Maar nee, dat was niet hetgene waardoor ik me minder fijn voelde. Maar toen heeft Rick eigenlijk een heel groot gedeelte van overgenomen. Gelukkig is het design allemaal af, of in ieder geval het ontwerp voor de puzzel zelf. Maar ja, nu komen alle andere dingen, dus de doos. Ik heb nu deze doos binnengekregen en hier zitten dus alle puzzelstukjes in zoals ze zo meteen worden, alleen dan in het wit. Ja, de doos is in ieder geval super goede kwaliteit. De puzzelstukjes zijn prima. Oh, we hebben ook nog bedacht dat er zoekdingen in moeten komen, dus dat je dingen moet kunnen zoeken. Dus we moeten ook bedenken wat het dan gaat worden en hoe we dat gaan weergeven. Maar gelukkig hebben we bij de uitgever een hele goede designer zitten die best wel goed snapt wat onze stijl is. Dus ik denk dat ik het meeste aan haar kan overlaten. Maar goed, keuzes maken. Let's do it. Nou, ik heb overlegd met Nicole van de uitgever. En zij vond de puzzel iets te dun. Dus hij wordt wat dikker. En ze hebben een voorstel gedaan voor hoe we de achterkant kunnen doen. We hadden bedacht dat we misschien gewoon het Creatic logo op de achtergrond konden doen. Dus dan hoeft de Maris niet nog een extra tekening of iets anders te maken. Dus dat wordt gewoon het logo. Maar ze hebben zelf bedacht dat het best tof is. Oh, wacht, ik laat het je wel zien. Dit is wat ze ervan hebben gemaakt. Ze hebben het Creatic logo genomen. Gewoon heel veel herhaald. Maar dan op zo'n denim spijkerbroek achtergrondje. Dat is best wel tof. En dat design, dat hebben ze dus doorgezet voor de poster. Want de achterkant van de poster, daar staan dus de zoekopdrachten. En dit zijn dus de 8 opdrachten die we hebben uitgekozen. Maar dit ziet er toch tof uit. Kijk nou! Ziet er zo tof uit. De eerste unboxing experience. Ja, dit is ook echt nog de enige eerste, zeg maar. Oeh, het is hem ook echt al. Oh, tof. Inclusief ook al dit. Oh, kijk de binnenkant van de doos. Oh, wat leuk. En dit is gewoon een ware grootte. Dus dan kan je gewoon erop puzzelen, voor als het te moeilijk is. Toch? Dat is toch leuk? Ja, heel leuk. Kun je het vet goed zien. En op de achterkant, kijk, heb je gewoon nog wat van die opdrachtjes die je kunt zoeken in de puzzel. Oké, gaat ie, hè? Wauw! Kijk, en voor de experts, die puzzelen hem zo. Kijk, ik weet het. Dit is het kleed dat boven ligt. Het zou toch erg zijn als jij het niet zou weten? Dit is in de... Ja, voor mij is deze puzzel maken denk ik best wel gewoon makkelijk. Want ik heb hem natuurlijk helemaal zelf getekend. Dit is bij de rozenwinkel. Dit is het kledingrek boven in het winkelcentrum. Nou, hij is echt heel leuk hoor. Ja, dat ontwerp van die doos, dat hebben jullie wel heel goed uitgekozen samen. Nou, ik had tussendoor natuurlijk wel nog wat hiervan gezien. En we hebben ook de zoekopdrachten nog wat aangepast. Maar jullie hebben dat in ieder geval heel goed opgepakt. Dank je. Thank you. Maar het zal je vast niet verbazen dat we meteen zin hadden om die puzzel te gaan maken. Nou, in totaal zijn wij zo'n 4 à 5 uur bezig geweest met het maken van de hele puzzel. Ik had verwacht dat ik hem eigenlijk in 3 uur kon maken, omdat ik natuurlijk wist waar elk stukje moest. Maar ik had toch bij sommige stukjes dat ik het ook niet wist. Dus het is niet zo, als je zelf je eigen puzzel tekent, dat je dan gewoon meteen weet waar alles moet. Helaas. Maar wat wel scheelt is dat we het natuurlijk met z'n 4 hebben gemaakt. Dus ik denk dat als jij hem zelf zou gaan maken, dat je zo'n 6 uurtjes bezig bent. Ligt er ook natuurlijk aan hoe goed je bent in puzzelen. Nou, en wat heel erg scheelde is dat we die hele grote poster erbij hadden. Dus daardoor konden onze kinderen nu ook vet goed al die stukjes zo zoeken. Want hij is ook echt op ware grootte. Dat maakte het wel echt een heel stuk makkelijker voor ze. Om 1000 stukjes in één keer te gaan sorteren. Yeah! 1000 stukjes gedaan. En
Ik moet zeggen, en eigenlijk vind ik dat ik dat niet mag zeggen, want ik heb hem zelf gemaakt. Maar ik moet zeggen, hij is ook echt heel erg leuk om te maken. Dat vond ik echt. Dat vond jij ook. Maar klinkt zo stom, want ik heb hem zelf gemaakt. Tuurlijk vind ik hem dan leuk om te maken. Maar hij is ook echt heel erg leuk om te maken. En het leuke is, jij kan deze puzzel ook maken als je dat wil. Want hij is gewoon te koop. In elke boekenhandel in heel Nederland, maar hij is ook online te bestellen. We hebben hier beneden in de omschrijving gewoon een directe bestellink staan. Maar denk aan Bruna, Stumpel, Bol.com. In ieder geval, overal te bestellen. Ook voor jou. Zoals jullie ook net al hadden gezien, zit er een hele grote poster bij. Waar dus allemaal zoekopdrachten op de achterkant staan. Een beetje Where is Waldo idee, maar dan dus in de puzzel. Ook leuk om dat dan met de hele kleine te doen, zodat je samen ook weer bepaalde details kan gaan zoeken. Maar er zitten nog veel meer leuke hidden jokes in verstopt. En eigenlijk echt een beetje voor de Creatic Diehard fans die ook alle Among Us streams hebben gekeken. Die zullen daar een heleboel van herkennen. De Creatic puzzel van 1000 stukjes kost €24,99. En dit is dus overal in heel Nederland en België te koop. Mocht je er nou eentje hebben gekocht, tag me dan eventjes op social media als je hem gaat maken. Of als je hem hebt gemaakt of als je hem gewoon hebt en er blij mee bent. Want dat vind ik heel erg leuk om te zien. Dus, challenge gehaald. Ik heb een hele eigen puzzel gemaakt. Kan ook weer van mijn bucketlist afgestreept worden. Nee, ik vond het echt serieus echt wel heel erg leuk om te maken. Ik wil er zeker nog een keertje eentje maken. Dus koop allemaal een Creatic puzzel. Ren naar de winkel. Vertel het aan je moeder, aan je tante, aan je oma, aan je buurvrouw, je buurman, je juf, je meester, weet ik veel wie. Geef iedereen een Creatic puzzel cadeau. En dan gaan we volgende keer er nog eentje maken. Als je dit een leuke video vond, dan weet je wat je moet doen. En dan zie ik jou heel graag weer terug in een volgende video. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!